In het verleden werden ze vaak met veel bombarie aangekondigd en kwamen ze met een hoop toeters en bellen uit. Ik heb het over de Call of Duty franchise. En dit keer, afgelopen vrijdag, kwam die eigenlijk een beetje zo met stille trom op het strijdtoneel. Call of Duty Vanguard, het nieuwste deel uit de langlopende first-person shooter franchise, waar Yui, Jeje en ik mee aan de slag zijn gegaan de afgelopen week. Mm-hmm. En we hebben daar ongetwijfeld weer een meningje over, toch? Zeker weten. En het is altijd een lastige game om te reviewen. Dat... Vroeger niet. Nou, ik bedoel meer... kijk, hij is natuurlijk al een aantal dagen uit. En dan gaan mensen al vragen wanneer komt de review. Alhoewel, je hebt gelijk. Hier heb ik weinig vragen gehad. Dus dat geeft toch wel aan dat het wat minder leeft dan pak een beet 5, 6, 7 jaar geleden. Toen iedereen er alleen maar mee bezig was. Maar het is natuurlijk het is een game met een singleplayer. En vooral dan die hele uitgebreide multiplayer... heel veel online component. En Warzone komt er ook nog aan. Hoe ga je dat in 1, 2, 3 dagen testen? Als je weet, met name bij de multiplayer, dat de balans, dat zie je eigenlijk pas na 1, 2 weken. Hoe dat uitpakt. Dus het is altijd, vandaar ook, hè, bij ons altijd standaard. Wij wachten gewoon echt even bij dit soort titels een week, voordat we het echt wel even hebben kunnen spelen. Ook de multiplayer, om een oordeel te geven. En ik zal hem even kort inleiden. Vanguard heeft eigenlijk 3 onderdelen. Ze hebben er natuurlijk 4, maar het 4e onderdeel Warzone komt pas over een maand vrij. De nieuwe map. Daar gaan we een aparte game of een aparte video natuurlijk over maken met Boris, Mr. Warzone. Verder heb je dus een campaign. Je hebt een zombie mode en die is dan van Treyarch. Die is niet van Sledgehammer. En je hebt een multiplayer mode. En laten we dat dan gewoon even de traditionele multiplayer. De deathmatch, de, nou geen headquarters, maar domination, capture the flag, bladibla. En die 3 onderdelen gaan wij gewoon eens even onder de loep nemen. Ja, ja, voor mij was die hype al wat langer over ook. Dat hebben we dinsdag ook al even gehad. Ja. Ik heb echt al 10 jaar geen Call of Duty meer gespeeld. En daarom had je me eigenlijk gevraagd van... Kan die liefde weer aangewakkerd worden met dit nieuwe deel? Nou ja, dat is wel leuk. Ik bedoel, Skate en ik, ik speel het nog echt heel veel. Skate wel wat minder, maar wij hebben ze allemaal natuurlijk wel gereviewd en gespeeld. Dus elk jaar op jaar. En jij hebt gewoon een hele tijd die game niet aangeraakt. Dus ik vind dat ook leuk van... Stel nou... Je speelt het al heel lang niet. Is dit dan leuk om de singleplayer en de multiplayer te spelen? Dus dat vind ik een heel interessante extra component aan deze review. Er zijn ook heel veel Yui's in deze wereld. Eigenlijk, als ik niet een recensent was geweest, had ik eigenlijk denk ik ook een Yui geweest. Dat zou best kunnen, ja. Nee, het was de Summer of Love. Ik was klaar met oorlog. het was voor mij inderdaad gewoon een beetje over. Ik ben natuurlijk ook van origine wel meer een campaign player. Dus mm-hmm. Het gaat mij meer om dat offline gedeelte. Ja. En dat had je wel een beetje gehad op den duur. Het was een herhaling van setten. Mm-hmm. En nu ben ik er weer ingedoken, die campaign. Ja, nou ja, ik bedoel, begin jij maar. Ja, nou ja, we hebben te maken met een ouderwetse raamvertelling. Mm-hmm. We volgen 4, 5 characters. Een Russische chick, een Engelse guy, een Amerikaan en een Australiër. Ja. En eigenlijk zijn we ten einde van de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En die worden ontvraagd door Merry van Lord of the Rings, toevallig. Of hij lijkt er erg op, maar volgens mij was het. Ja, exactly. En tijdens die ondervragingen ga je eigenlijk missies die ze tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan, ga je naspelen. Ja. En dat is... nou ja, ik ben wel weer enigszins verliefd geworden, maar ik ben ook geschrokken van hoeveel dat nog hetzelfde is als 10 jaar geleden. Ja, goed, we hebben natuurlijk in de stream hebben het er al een beetje over gehad. Call of Duty is Call of Duty. Het is gewoon een Hollywood film. Cliché-festijn. Engels pratende Duitsers. En als ze Duits praten is het echt tergend kut. Ja. Ja. En heel slecht. Je bent er in 5, 6 uur doorheen. Kijk, als je het heel basaal zegt, laat ik zo zeggen, als dit nou de game was... Ja, dan hebben ze een probleem, omdat het maar heel kort is. Maar het is natuurlijk, en dat vind ik wel dat je dat er altijd bij moet nemen, dit is de opwarmen. Dit is de warming up voor, je krijgt even al die wapens in je klauwen. Ja. En dan vervolgens, zo doe ik het ook altijd, ik speel altijd de singleplayer en dan ga ik de multiplayer in, weet je wel. Het is een opwarmertje van 5 uur. Grafisch vind ik het, ik heb op de PlayStation 4 gespeeld, dus de meeste beelden die je ziet, straks gaan we ook even wat PlayStation 5 van Skate zien, is echt PlayStation 4. En... Ja, we hebben al genoeg over die engine gehad, die niet helemaal top-notch is. Maar ik vond het niet verkeerd. Ik vond de cutscenes mooi, goed geacteerd.
Ja, er zit wel een soort van emotioneel verhaal in. Oh ja? nou ja, goed. Het racisme natuurlijk, wat er een beetje in zit. Yeah. Ik wil dat straks even over hebben, want daar is wel echt een dingetje over. Over het woke gehalte van deze game. Mm-hmm. Waar veel mensen beschuldigingen over uit. Ik ben even die historie ingedoken daarover. Maar ja, feitelijk is dit deze vier mannen. Drie mannen en één vrouw. Die... Het derde Rijk. Het is dus een beetje fantasy ook. De Derde Rijk. Ja, het vierde hebben we het aan het bouwen. Zij moeten voorkomen dat er een soort van geheim die de Duitsers dan hebben. Dat ze door kunnen gaan met het Vierde Rijk. Nou, dat is eigenlijk je opdracht. En eigenlijk die opdracht die beleef je maar in één of twee missies. En die andere zijn steeds flashbacks van. Oké, dat persoon, bam, die heeft dit meegemaakt. En daarom is die uiteindelijk bij deze groep terechtgekomen. Ja, waarbij de ene flashback wat sterker is. En gevarieerder en leuker om te spelen is dan de ander. Ik vond met name het gedeelte van, hoe heet ze? Miss Nightingale? Nightingale. Ze heet Polina Petrova. Ja, wel gebaseerd op een echte vrouwelijke sniper uit de Tweede Wereldoorlog. Mikhailovna Pavlichenko. Ja, maar het had wel een hoog... Ik rely meer op mijn kogels dan op mannen, want die zijn sneller gehad. Dat wel. Maar ik moet zeggen dat ik haar side of the story, zeg maar, vond ik very cool. Wel het meest interessante van de vier. Ja. Sommige vond ik echt verwaarloosbaar. Had ik echt zoiets, dat was het, maar lekker belangrijk. Maar gewoon die backstory en wat je diende te doen met haar. Mm-hmm. De layout van de map op een gegeven moment, met het sniper gebeuren. Ja. Dat vond ik tof uitgewerkt. Gewoon winters, koud, verwoeste stad, weet je. Ja, man. Dat was een mooie backdrop. Maar dat kun je natuurlijk altijd wel aan de ontwikkelteams van Call of Duty games overlaten. Die kunnen altijd wel mooie set pieces maken. Ik vond deze scène die je hier ziet ook heel vet, omdat je had al die paspoppen staan. Dus je had af en toe heb ik echt een heel magazijn leeggeschoten op zo'n paspop. Dus het is wel sfeervol in ieder geval. En het is natuurlijk een enorme rollercoaster. Maar dat merk je dan wel. Als je zelf stopt, dan stopt de rollercoaster ook. Ja. En ik moest er wel aan denken, omdat we natuurlijk vorige week Guardians hebben gerecenseerd. En als je daar stopte, dan ging het allemaal nog een kwartier door. En dan bleven ze met elkaar praten. En hier stond iemand in Rusland een bank de trap op te tillen. Nou, die staat er nu nog, zeg maar. Dus dat is wel, je merkt. En dat merk je in de missies ook. Soms dan ben je aan het schieten. En dan blijk je eigenlijk naar rechts te moeten. Dan heb je dat niet door. En dan blijft het maar doorgaan. Dus het is wel belangrijk om mee te blijven gaan in die rollercoaster. En dan is het wel inderdaad Hollywood. Ja, ik vind het geen slechte campaign. Ik heb me er echt wel mee vermaakt. Het komt ook omdat ik een beetje een sucker ben voor de Tweede Wereldoorlog. En ik vind dat Stalingrad vind ik dat heel vet. Ik vind die hele shit met Rommel en Tobruk vind ik... dat zijn allemaal stukken uit de oorlog die ik heel interessant vind. Dus daar loop ik graag in rond. Wat ik wel een beetje mis is dat wow moment wat je nablijft. En dan hebben we het toch de hele tijd weer over het vliegveld. Dat zo'n scène. Dat is, All gilly dat is ook al 10 jaar geleden. Nee, dat bedoel ik. Maar daar stonden ze altijd wel goed. En daar hadden we het ook al over. Het lijkt wel alsof ze niet meer durven om... Je hebt af en toe een beetje dat die SS-man die ondervraagt dan de Brit Arthur Kingsley. Die gebaseerd is op Sidney Cornell. Daar ga ik straks ook nog wat over vertellen. Dat is natuurlijk zwarte man. Ja. Zwarte man. Nou, die Duitsers hebben het daar niet zo op. Die überhaupt was dat... er waren natuurlijk wel zwarte soldaten die werden ingezet. Maar dat was niet de meerderheid. Dus voor hun was het wel helemaal raar. En ja, dat was een beetje racistisch allemaal. Dat zou je kunnen zien als het martelen. Er wordt af en toe flink iemand in elkaar geramd. Dat krijg je bij de man wel te zien. Bij de vrouw dan weer niet. Wel dat zijn afloop dan helemaal bont en blauw is. Ze krijgt wel flink klappen op een gegeven moment. Nou. Ja, krijgt ze wel klappen? Dat zou je dan kunnen zien als... Ja. Nou, net toen ik dacht dat het te woke werd met het vrouw, toen werd ze wel even flink op het bureautje. Dus dat vond ik... Ik wil niet zeggen dat ik het fijn vond, maar... Ze had het eigenlijk zo op een aanrecht moeten doen. Ja. Voor de symboliek. Ik vond wel, als je het hebt over die donkere Engelsman, wat ik wel vet vond, is dat die Australiër dus een hekel aan hem hadden en dat die Duitsers ervan uitgingen dat het was omdat hij donker is. Ja. En dat dus bleek omdat hij een Engelsman is en die hebben natuurlijk Australië. Ja, nee. Er zitten wel wat raciale componenten in, laat ik het zo zeggen, die een beetje worden uitgespeeld. En, nou, laat ik daar dan maar over beginnen. Wat je nu merkt ook, ik ga dan altijd even Metacritic kijken en dan zie je dus dat mensen het een voldoende geven. En dan de 10 neem ik niet serieus, maar gewoon van, leuke campaign. En dan heb je een hele groep van... Oké, hier wordt weer de woke card getrokken, weet je wel, van een vrouw
en een zwarte man. En racisme erin. En alles komt goed uiteindelijk. En dus de nazi's verliezen. En bladibla. Nou, dat heb ik even nagetrokken. Want mensen zeggen van ja, zo'n vrouw, bedoel, weet je wel, ze is een enorme killer. Nou, die mevrouw is dus, al die vier die zijn, die zijn gebaseerd op echte personen. En die mevrouw is dus gebaseerd op Michailovna Pavlichenko. Russen zetten wel degelijk vrouwen in tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook vanuit hun tactiek van zoveel mogelijk mensen erop afsturen. Man of vrouw, maakt niet uit. De helft gaat dood. Maar uiteindelijk kom je dan wel voorbij die linie. Mm-hmm. Er zaten gewoon heel veel mensen. En zij heeft 309 mensen, dat is in ieder geval vastgelegd, doodgeschoten als sniper. Dus zij was echt een brute chick. Die donkere man, Arthur Kingsley, die is dus gebaseerd op Sergeant Sidney Cornell. Hij heeft, dus wat dat betreft bestaat dat. En inderdaad, er zijn in het Britse leger zijn ook zwarte soldaten geweest. Maar wat je dan weer ziet is, hij heeft hier een leidende rol. En zwarte soldaten hadden eigenlijk nooit een leidende rol in het Britse leger in die tijd. Die waren ondersteunend. Hij was bijvoorbeeld ook in het echt een runner. Wel iemand die ook heldendaden heeft gedaan, maar het feit dat hij... Ja, maar het werd hem nu in de schoenen geschoven. Ja, ze proberen het hem uit te leggen. Ja. Proberen het uit te leggen, inderdaad. Omdat hij stuurt 100 man een veld op. Er wordt, denk ik, 60% van afgeschoten. En sindsdien vertrouwen ze hem als de leider. Dus het wordt wel een soort van... Oké, dan wordt het een beetje afgesproken. Kijk, en ik heb hier geen probleem mee met wat ik zeg. Dat moet ik echt benadrukken. Zwarte, paarse, gele, man, vrouw. Maakt me niet uit. Waar ze zich weer kwetsbaar mee opstellen, is dat ze aan het begin zeggen, of althans dat heeft Sledgehammer altijd gezegd: wij willen de untold stories of multinational heroes and revealing the origins of the special forces. Zij willen laten zien, historisch verantwoord op een bepaalde manier, hoe die groepen hebben gevochten en hoe de special forces zijn ontstaan. Nou, daarvoor hadden ze namelijk ook gewoon de SES of de OSS kunnen, want die bestonden namelijk, en zij hebben ervoor gekozen om een niet bestaand groep op te zetten met mensen die eigenlijk nooit zo bij elkaar zijn gekomen. Dat is een beetje het ding. Ik bedoel, ik snap dan die verhalen ook wel van sommige mensen. Door te zeggen van, oké, ja, het is allemaal leuk en aardig dat ze gebaseerd zijn op echte personen. Mm-hmm. Maar is dat dan een vrijbriefje om ze dan maar met z'n vieren bij elkaar te zetten en in een game vorm te gieten? Ja, en dan begint je toch te bekruipen van, oké, proberen ze hier nou weer de hedendaagse boodschap dat we allemaal peaceful together moeten leven en iedereen ongeacht ras en kleur. Wat een perfecte boodschap is. Alleen als je zegt, ik doe het historisch verantwoord en vervolgens ga je voor jouw boodschap toch dingen aanpassen. Ja, dan ga je op glad ijs. Ik vond het persoonlijk niet te dik bovenop liggen. Nee, het ik had ook niet mee. Ze zijn ook per ongeluk een beetje bij elkaar gekomen. Het is niet alsof het echt een heel... hoe noem je dat? Leger aan dat het toevallig allemaal eerlijk verdeeld. Zij zijn toevallig bij elkaar gekomen, zijn mm-hmm. gevangen genomen en ja, dat. Ik maar niet maar idee. Je weet me eerlijk gezegd op totaal. Het is ook niet, fictie, toch? Het is ook niet, ja, anders nou, waren nee, echte characters. Ja, is het fictie? Ja, maar ook nee, omdat zij zeggen van wij willen laten zien hoe dat gebeurd is, weet je? Dat bedoel ik. Van of zeg dat niet, zeg gewoon van we hebben een fictioneel, een fantasy story gemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Prima. En dan Call kun je of Duty, hè? Ze moet gewoon hun mond houden met wat dat shit betreft. Want er zitten zoveel dingen in die niet kloppen. Want ja, daar ben ik dan een sukker voor. Bijvoorbeeld mijn favoriete wapen, de STG-44. Die 44 staat voor 44. En die wordt al gebruikt in Stalingrad in 42. Kan dus niet. Dus wat ik zeg van, ik vind het er niet te dik bovenop. Ik denk dat je misschien over The Last of Us 2 veel meer het woke-verhaal zou kunnen hanteren. Maar je weet in een gepolariseerde wereld dat mensen hier dus wel een beetje munitie krijgen van, ja, maar dit klopt helemaal niet, want... Ja, maar dat is wat ik er juist vet aan vind. Ik bedoel, mm-hmm. dat heb je met elk verhaal. Je hebt maar een bepaald aantal uren om het te vertellen. En juist omdat jij bent het nu gaan opzoeken, weet ik dat Rusland vrouwen gebruikt of zo. En dat soort geschiedenisfeitjes vind ik dan vet, terwijl ik die normaal, als het gewoon weer een guy was die in het leger aan het vechten was, had ik dat niet opgezocht, of jij in dit geval, had ik het ook niet geweten. En wat ik zei, ze zijn om een reden bij elkaar. Ze hebben allemaal special abilities, dus het is een goed team wat dat betreft. Die zitten ook een heel klein beetje in de gameplay verwikkeld, maar dat is verwaarloosbaar als je het mij vraagt. Ja. Ja, het is voor verhaal, story-wise, is het wel gewoon een goede reden. En ik denk dat het accuraat genoeg is dat je in ieder geval, als je het op gaat zoeken, wel echt een wijzer man of vrouw wordt. Ja, nee, ja, het is meer van, mensen roepen nu bepaalde dingen die niet kloppen, want wel degelijk die mensen waren er. Maar ze hebben het wel een beetje
Geromantiseerd, waardoor je dus je kwetsbaar opstelt voor de mensen die daar flink dan een nul gaan geven, omdat het een woke boodschap is. Ja, ik vond het er ook niet te dik op gaan. Nee. Het is gewoon 5-6 uur waarin je standaard eventjes in een vliegtuig, eventjes in een tank, ja, maar, en dan een beetje snipen, waarbij, en dan een beetje door. Waarbij wel het ding is dat ik bijna elke keer wel weer het gevoel had van, maar dit heb ik al eens eerder gedaan. Ja, nee, 100%. Call of Duty game, 100%. Ik heb al eens eerder met een vlammenwerper gast uit palmbomen ja, geburnt. En ik heb al eens een keer Stalingrad gedaan. En ik heb al eens een keer dat die trappen, die treden in Berlijn, bij wijze van spreken, heb ik al eens belopen, weet je wel. Dus 100%. Het is wel een herhaling van zetten allemaal in een iets lekker zittend jasje. Iets mooier jasje, het gelikter. Ja. Maar na die 5-6 uur... had ik wel zoiets van, nou oké, dat was het blijkbaar, weet je wel. Ja. En kijk, dat is waar je onder de streep een game natuurlijk op moet afrekenen. Ik bedoel, wat doet het met je? Wat doet het emotioneel met je? Mm-hmm. Heb je een goede tijd gehad? Nou, dit was weer popcorn to the third degree. En vermakelijk en niets meer dan dat. Het vindt het wiel opnieuw niet opnieuw uit. Het doet niks nieuws. Het brengt 4 characters nu met backstories. Daar waar we bijvoorbeeld in het verleden met dat broertje en zusje, was het vorige Call of Duty of 2 Call of Duty's geleden? Volgens mij 2 Call of Duty's geleden. Ja, weet je wel, die hadden dan ook weer een backstory dat je ging naar hun jeugd en zo. Het is niet alsof we dus de backstory niet al eens eerder gedaan hebben. Nee, ik ben wel met je eens. Ik bedoel, misschien dat het voor Yui, omdat hij 10 jaar lang dit niet heeft gespeeld. Het is inderdaad wel weer dat er momenten waren dat ik dacht, ik kan me ook herinneren dat dit al ooit is geweest. Maar het was wel, weet je, bijvoorbeeld als je door die wolken vliegt en zo. Ja, ik vond dat toch wel weer heel vet. Maar het is inderdaad wel, ja, hoe zeg je dat? Het is een herhaling van zetten. Nou, dat was het zelfs voor mij. Wat jammer is dat dit zou je kunnen vergelijken tussen het verschil tussen een film en een serie. En sinds een aantal jaar hebben we natuurlijk hele goede series. En merk ik heel erg dat ik films vaak minder leuk vind, omdat de verdieping van characters is gewoon heel erg lastig als je maar 1,5 uur, 2 uur hebt. Weet je wel? Zeker als je ook nog eens een keer 4 main characters neemt. Dan wordt het fucking moeilijk. Terwijl ik denk, dat verhaal van Paulina met haar vader en haar broer, daar zat veel meer in. Dat was vet. Ik was liever de hele. En je hebt dan al die flashbacks, zodat je die characters leert kennen, zodat ze bij elkaar kunnen komen. En als ze eenmaal bij elkaar zijn, dan ben je eigenlijk bijna aan het einde van de game. Ja. Dus dan zit je net in een character en dan plop. En dan ga je opeens naar die Australiër toe. En daar had ik dan weer wat minder mee. Die dan loopt te mopperen tegen de Britten. Je gaat naar dat Amerikaanse, die ook een bestaan heeft, een onderdeel van het leger met alleen zwarte soldaten. Dat zit dan in één keer. Het gaat heel snel. En voordat je denkt van, oké, hier zitten wel heel veel, hier kunnen we wat mee, boep, gaat het weer weg. Dus het is echt gewoon een film, weet je wel. Ze gaven wel ruimte voor een deel 2. Ja, mijn gevoel. Maar ik denk dat er in de Tweede Wereldoorlog echt wel mooie verhalen en hele impactvolle verhalen te vertellen zijn. Maar dan moet je echt inzoomen op één persoon en het ook langer maken. Maar ik denk niet dat dat is wat Sledgehammer wil. Ik denk dat ze gewoon zeggen, er moet gewoon een campaign in van een uurtje of 5. Deze 20, 30 man, weet ik veel, ik noem maar wat, die gaan het maken. Multiplayer en Warzone, dat is het belangrijkste. Ja. Dus niet te veel geld, niet te veel moeite. Zorg dat het gewoon 5 uur tof is. En dat is het. Het is gewoon de frikandel, de popcorn die het altijd was. Het is niet alsof er geen moeite ingestoken is. Het ziet er bezorgd uit, weet je wel. Het knalt lekker weg. Maar geen risico's worden er genomen. Nee, dat zeker niet. Dus dan de multiplayer. En als ik heel eerlijk ben, daar ben ik positief verrast over. En dan met name de beta vond ik moi. En dan druk ik het nog positief uit. Maar ze hebben duidelijk wel daar flink naar gekeken. Je krijgt 16 maps. 16 maps. En dan ook nog eens een keer 4 voor een andere mode. Dus in totaal eigenlijk 20 maps. Wel een aantal gerecyclede maps. Ja, wel gerecycled. Maar ik vermaak me hier kostelijk mee. Dakdekker. Camp. Dit is even een camp dingetje. Toen dacht ik van, oké, weet je wat, bedoel, als je hier gaat staan bijvoorbeeld, dan zie je ook gewoon. Maar weet je, het is niet, bedoel, uiteindelijk word ik ook wel weer doodgeschoten. Hij zit ook wel redelijk in balans. Het is geen sniper heaven. Het feit dat je 16 maps hebt, waardoor je best wel veel wisselt, veel andere dingen krijgt, is ook dat ik nog niet heel erg goed vrij snel weet hoe alle maps werken. Waardoor het toch elke keer wel weer verrassend blijft. En er zit ook een stukje demolition in. Dus je hebt overal deuren en ramen. Die kan je dan inbeuken. Waarbij je het risico loopt van, ja, fuck, ik weet niet wat daarachter zit. En als ik naar binnen kom en die gast heeft zijn wapen getrokken, ben ik de lul. Want voordat ik dat heb,
Dus ja, ik vond het wel heel tof. Ja, maar weet je wat ik ontzettend kut vond? Nou, vertel het eens even. Dat je de voetstappen van vijanden niet of nauwelijks hoort. Heb je een redelijk niet... afhankelijk van je minimap als Ja, en dan als ze nou nog gaan ghosten en ninja en weet ik wat allemaal, dan ben je helemaal de Sjaak. En spawn points. En gewoon Das House, die map, dat is echt verschrikkelijk. Dat slaat helemaal nergens op. Ja, maar dat ligt er ook al. Oké, goed punt. Maar, nee, maar vooral de voetstappen, het ontbreken van voetstappen is killer. Dat is essentieel in een shooter, weet je wel. Ik moet gewoon met mijn 7.1 shit, moet ik gewoon kunnen horen waar gasten vandaan komen. En als dat totaal niet het geval is, dan is het ook heel moeilijk om met je team te communiceren en op een gegeven moment een plan te trekken, weet je wel. Want je kan niet goed aangeven van wat gebeurt er links, rechts, boven, beneden. Nou speel ik altijd Team Deathmatch en ik heb het geluid bijna uit, omdat mijn buurvrouw helemaal gek wordt van de ontploffing en dat soort dingen allemaal. Dus ik snap wat je bedoelt, want dat merk je ook heel vaak, dat je opeens gepakt wordt en je denkt, oké, maar ik had je moeten aankomen. Waar kom jij in hemelsnaam vandaan? En wat nieuw is, volgens mij, is dat je je kan dus aanvinken wat je wil. Hè? Mm-hmm. Ik kies dan alleen Team Deathmatch. En volgens kan ik de pacing aanpassen. Ja. Want op een gegeven moment, dat had ik helemaal niet door. Ik had hem op all staan. Ja, en op een gegeven moment zat ik te spelen in Das House. Want je hebt een aantal kleinere maps. En wat de fuck gebeurt hier, man? Ik was gewoon vastgepind in een hoek. En elke keer responding weer. Dan boom, boom, boom. En dan was ik weer dat. Ik denk, nou, dit slaat nergens op. Maar dat was dus de blitz mode. Je hebt blitz, assault en tactical. En ik zet hem op tactical. En dat is eigenlijk een beetje de normale snelheid. Met minder mensen in de map. En blitz, ja, ik vind dat krankzinnig. Maar er zullen ongetwijfeld mensen die het leuk vinden. Dan zit je soms met 48 mensen in een map of zo. En dan is het gewoon gekkenhuis. Niet te doen. Niet te doen, hem gisteravond had ik hem op, hoe heet dat dan, normal? Dat is de tactical staan. En ik werd alsnog heel vaak in een blitzpotje gegooid. Dus het is niet helemaal waterdicht nog. Oh. Oké, nou dat heb ik niet. Want dan wordt het gewoon groen. Je moet hem op groen zetten. Oké, nou misschien heb ik het verkeerd gedaan. Maar bij mij ging het in ieder geval nog. Ik moet zeggen dat de pairing vond ik oké. Ik kwam wel redelijk terecht in mijn sterkte. Ik hoor wel weer veel mensen janken over de SBMM, hoor. De skill-based matchmaking. Ja? Ja, maar dat zijn jankers. Ja, nou, vooral voor de betere spelers. Ja, het is kut, man. SBMM. Ja. Want te weinig goeie, of? Nou, weet ik niet. Volgens mij willen ze gewoon knalvoeren. Ik had het als nieuwkomer dan, dus als absolute noob die er helemaal niks van kan, had ik dat ook wel een beetje aan de andere kant van de medaille. Dat je denkt, voelt je dan al goed, terwijl je gewoon tegen hele wekke mensen aan het spelen bent. En dat wordt natuurlijk alsmaar beter. Maar ik denk wel dat ik beter word door ook echt tegen veel betere mensen te spelen. Natuurlijk. Dus en nogmaals, het heeft ook heel erg te maken, want de gunsmith, dus oftewel de wapen attachment, is hier natuurlijk weer. Je hebt weer veel meer mogelijkheden, geloof ik, een stuk of 8 of 9. Dat maakt wel degelijk uit. Want als je begint, en ik schiet eigenlijk alles met de ST-G44 of de MP40. Ja, dat geldt voor bijna iedereen. Ja. Het is niet alsof... Dan werkt zo'n wapen voor geen ene meter, weet je wel. En ja, dat moet je dan maar gewoon grinden. En die grind gaat wel redelijk op tempo. En heel veel mensen hebben... In een dagje heb je wel veel attachments al. Gewoon basale attachments bij elkaar weten te sparen. Maar wat toch wel grappig is, dat ook zelfs gewoon gasten die al geprestige zijn, en noem het allemaal maar op, de hogere level guy, hogere rank guys, ook nog steeds veel met die STG en de MP40 spelen. Ja. Dat de hogere geclasseerde wapens nog niet echt heel erg in die meta zitten, als het ware. Nee, nou, het is denk ik een beetje zoeken. Het is ook veel. Er zitten geloof ik 30 wapens in. En dat moet iedereen een beetje uitzoeken. Dat is gewoon altijd een beetje aanvoelen. En ik vond de STG44 vond ik al gewoon heel erg fijn. Hier heb ik, dit is weer een aanpassing, de Shredder van de MP40. Dat vind ik wel leuk. Ik mix dan gewoon sommige doe ik gewoon met close quarter wat meer die wapens, hè, dus wat dichterbij, en de andere doe ik met assault. Er valt ongetwijfeld wel wat op aan te merken. Dat moeten we ook zeker doen. Ja. Maar het is niet dat het nou. Ik vind voornamelijk heel fijn dat er gewoon 16 verschillende maps in zitten, wat gewoon veel is. En of het nou. Wat vind je van dat je die niet kan kiezen? Ja, oké, dat is dan jammer, ja. Stemmen, over stemmen gesproken, trouwens. Dan moet ik nu... Dat stemmen op het einde. Oh, ja. Wat word ik daar op een gegeven moment strontziek van. Zeg. Nee, ja, dat heb ik ook inderdaad even opgenomen. Dat vond ik in het begin heel erg leuk. Inderdaad, Team MVP. Nou, dat is natuurlijk even ego-strelend als je erbij zit. Hier heb ik de meeste multikills. Alleen... De Asian boy.
Jeje, de Asian boy. Ja, ik ben... precies. Ja, daar bedoel, bij die operators merk je het wel van. Daar hebben ze dan alle kleurtjes wel in zitten. Maar goed, whatever. Vind ik allemaal prima. Ik merk wel, niemand stemt er op een gegeven moment meer op. Nee. Het houdt alleen maar op, man. Je wil gewoon door naar de volgende pot, weet je wel. En niet deze bullshit. Jin Wang Gang. Het is de hele tijd hetzelfde, weet je. Op een gegeven moment ben je er gewoon... dat is dan weer zo'n idee die even leuk is. En dan eigenlijk niet meer. Dus ik denk dat dat er binnenkort uitgepatcht wordt. Zou prima zijn. Niemand gaat er een traan om laten, denk ik. Nee, dat in ieder geval sneller gaan. Dat je gewoon door kan. En, want volgens mij kan je er niet uit ook. Nee. Nee, dat vind ik jammer. Want ik vond vroeger altijd leuk om... Als iemand bijvoorbeeld heel veel kills had... Dan wil ik gewoon weten van... Oké, welk wapen heeft hij? Welke attachments heeft hij erop zitten? En dat kon je vroeger altijd checken. En dat kan gewoon nu niet meer. En dat vind ik jammer, want dat is een stukje verdieping van... Oké, iemand die goed is, dan vind ik het leuk. En FIFA heeft dat ook. Vroeger kon je dat zien van welk systeem speelt hij dan. Waarom kan je dat niet meer zien? Want dat is nou juist interessant. Leren van mensen die beter zijn. Ja, daarvoor moet je tegenwoordig naar YouTube-influencers en Twitch-streamers... Ja. Die hun layouts, attachments en dergelijke delen met de wereld. Dit is de multiplayer... PlayStation 4 van mij. Jij hebt ook een paar potjes opgenomen. Dat vind ik ook wel even interessant. Ik vond hem te prima uitzien. Ik had wel wat moeite. Hoe donkerder het wordt, hoe moeilijker ik zie waar de mannetjes zitten in bepaalde maps. Dat ik denk, hé, wat? Oh, fuck, daar is iemand. Dan zie ik het niet. Misschien omdat er rode lettertjes boven staan dat ik het zie. Niet fenomenaal, maar prima, maar ik ben heel benieuwd naar de PlayStation 5 footage. Dit is de PlayStation 5 footage. Ja, zoals je ziet ziet het allemaal wel een tikkeltje scherper uit. Even goed vind ik de herkenbaarheid van vijanden in de verte. Daar is nog absoluut wel wat voor verbetering vatbaar, als je het mij vraagt. Ik bedoel, het overzicht is er, maar ja, dat kan nog altijd beter. Maar ik stoor hem ook wel weer aan fucking tegenstanders die ze met drie man zit het camping. Ja. Kamertje, jongen. Kut gaming. Echt, serieus. De Call of Duty brengt altijd het slechtste in mij naar boven. Dat merk ik ook alweer. Nooit scheld ik zoveel. Niet eens op een Soulsborne game, weet je wel. Ja. Nooit scheld ik zoveel met echt hele nasty shit als wanneer ik Call of Duty speel. Ik ga ze pakken, hè? Ja, dan ga ik maar 4 keer dood, maar ik zal ze krijgen ook. Dat doe ik ook altijd wel, maar wel vervelend dat ik daarvoor eerst 4 keer moet doodgaan, weet je wel. Maar uiteindelijk maak je toch meer kills, weet je. Want je hebt gelijk dat campen. Ik snap het soms nooit. Dan zit je te kijken. Naar, maar achterin de hoek, gewoon achter een muurtje. Dan kijk je naar zijn stats en dan heeft hij 4 minuten zitten spelen en heeft hij 8 kills. Dan denk ik van, nou ja, tof dat je daar dan €60 voor neerlegt om in een hoekje te gaan zitten. Je wilt toch juist lekker lopen en zoals skaten. Waar speel je mee? Met een ST? Dit is een STG weer inderdaad. Ja. Vuile vieze kutcamper daar boven naar huis. Maar STG en MP40 inderdaad worden veel gebruikt. Uiteindelijk gaat het... Klootzak. Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je wint, weet je wel. Ja. Hier staat schoon met z'n tweeën, hè? Vieze. Ja, nee, tuurlijk. Vader, vieze, klootzak. Ja. Maar ik moet zeggen, het loopt lekker. Ik vind niet alle maps even tof. Nee. Kijk, daar zitten, jongen. Hoppakee, in een hoekie. Ik word nu gewoon weer boos. Ja. En weer erop afgaan, hè? Je zal hem hebben ook. Kijk, maar, zo hoort dat, Kate. Je weet dat hij daar zit. Granaatje koeken. Ik moet zeggen dat ik weinig vernieuwends in de multiplayer. Nee, nee. Ja, je had ook wel, wat was dat? Een soort van, wat ook in zombies zit. Een soort escort of zo. Zo'n punt wat... Nee, dat beweegt. Ja, dat beweegt inderdaad. Ik weet niet meer hoe het heet. Volgens mij Patrol. Echt. Patrol heet dat. Patrol, ja. Dat is nieuw. Ja, wel leuk dat ze dat soort dingen toevoegen. En niet alleen maar Search and Destroy houden. En Team Deathmatch. En kill Confirmed en dergelijke. Maar dat ze ook af en toe wat nieuwe dingen proberen. Ja. Een ander nieuw ding. Wat er in het verleden niet in zat. Is natuurlijk ook Champion Hill. Mm-hmm. En Champion Hill is een beetje een mix van... Ja, wat is het? Counter-Strike Go. Mm-hmm. Met... je hebt dus gewoon steeds van die rondes. Ja. Dat je een x-aantal dollar hebt. Dan heb je een buying round. Je speelt met 2 of met 3 mensen. En er zijn iets van... Er zijn meerdere teams van 2, 3. En op een gegeven moment krijg je een afvalrace. Oh, kijk. Dit is ook wel heel... ik zie nu ook wat Warzone-elementen erin voorkomen. Ja, het heeft een beetje iets Battle Royale. Ja. Want ik bedoel, er vallen steeds gewoon... Het is steeds 3 tegen 3, 2 tegen 2. Ja. En er vallen steeds meer teams af. En je moet zorgen dat je zoveel mogelijk levens overhoudt. Je kunt ook af en toe een life ergens pakken in de map. Je kunt geld vinden. En uiteindelijk gaat het erom wie als laatste
de meeste levens nog over heeft. Mm-hmm. En dat is een interessante toevoeging die echt wel een eigen community, denk ik, kan gaan krijgen. Ja, ik heb dit paar potjes gespeeld. Ik vind toch nog gewoon zelf zoveel mogelijk kills maken het leukst. Je ziet wel gewoon dat ze elke keer een aantal nieuwe dingen erbij verzinnen. En ze hebben het dus zelf nu wel wat moeilijk gemaakt. Doordat Warzone is echt een apart onderdeel geworden. Echt dat Battle Royale gedeelte. Dus daar kunnen ze niet te veel hetzelfde mee doen. En dan blijf je toch zien dat de old fashioned Capture the Flag, Domination, Search and Destroy, Team Deathmatch, Free for All. Ja, dat is moeilijk om te overtreffen. Ja, maar wat er uiteindelijk gaat gebeuren volgende maand, hoe je het ook went of keert, er zal natuurlijk wel een playerbase in die multiplayer blijven zitten. Ja. Maar het is al eerder gezegd, de grootste vijand van Call of Duty is Warzone zelf. Zeker. En zodra die nieuwe map er gaat zijn, dan gaat die hele pool aan multiplayer spelers gaat leeglopen. Dan blijf ik in mijn eentje over. De stop wordt uitgetrokken. Samen en jij met gaat, Joey. Ja. En jij gaat heel veel. Als heel vernieuwend ziet allemaal. Ja, nee, ja, precies. Ja. Maar jij gaat heel veel moeite hebben om een goede. Je gaat hem op dinges moeten zetten. Crossplay aan. Je gaat de PC. Dat heb ik ook. Nu sowieso nog wel. Maar je gaat merken, het gaat steeds moeilijker worden om potjes te vinden. En met volle lobby's. Want er bestaat een grote kans dat je midden in potjes terecht gaat komen waar je weer achter staat. Wat we de afgelopen week ook regelmatig hadden is dat je echt. Dan kom je in een potje en dan ben je met 3 man tegen 6. Weet je wel, dat soort shit. Van die ongebalanceerde shit. Ja. En dat is ook een potje wat je weer kunt weggooien dan. Ja. Doodzonde. Maar dat is ergens ook wel jammer. Want wat je al aangeeft, die multiplayer zit best wel solide in elkaar. Ja. Wel leuke momenten mee gehad. Maar daar echt nog een aantal dingen waar ze mee aan de slag moeten. Met name de voetstappen bijvoorbeeld. Hè? De audio wat dat betreft. Maar ja, want verder loopt het allemaal best lekker. Ja, nou ja, ik ben benieuwd straks hoe Joey het ervaren heeft. Natuurlijk als nieuwkomer. Tijdens de stream ging het nog niet helemaal vlekkeloos. Maar ja, toen moest je ook praten en gamen voor het eerst. Dat is altijd lastig. Eén opmerking is dus, ik heb weinig tot geen problemen gehad met de server. En dat kan, we kunnen zeggen dan, nou, het is fucking knap dat ze dat eindelijk eens voor elkaar hebben. Het kan natuurlijk ook ermee te maken hebben dat niet zo heel veel mensen, of veel minder mensen, dit spelen. Er zijn geen miljoenen mensen meer die dit blind op day one kopen. Dat weet je wel? Denk ik ook, want iedereen zit Forza Horizon 5 op dit moment te spelen. Maar ik ben ook benieuwd. Jij hebt dit heel lang niet gespeeld. En ik merkte heel erg. Kijk, jij weet hoe je een shooter moet spelen, maar er zijn natuurlijk allerlei nieuwe dingen bijgekomen qua controls in die 10 jaar tijd. De perks, de attachments. Hoe heb jij dit ervaren? Als een puzzel. Dat merkte ik wel heel erg als je het heel lang niet meer hebt gespeeld. Het is niet per se heel duidelijk hoe het allemaal werkt. Dus inderdaad, ik ben ook op YouTube gaan checken van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen allemaal? Dus dat vooral. Het was heel erg wennen. Het is wel heel fijn aan de ene kant dus dat je speelt tegen mensen die er ook niet zo heel veel van kunnen. Daar heb je wel echt de ruimte om beter te worden, snel. Andere kant, je ziet mensen niet echt extreem vette dingen doen, waardoor je denkt, hoe deed hij dat? Dat wil ik ook kunnen. Ja. Dus dat had ik er een beetje bij. En verder, ik had koortsdromen vannacht en zo. Dus ik ben opgestaan, toch nog even gaan spelen. Ja. Dus dat zegt denk ik wel iets. Het heeft me in ieder geval de fun gegeven die ik er vroeger altijd bij had. Ja, nou ja, hoe je het ook went of keert. Het blijft gewoon lollig. Het is meer van, er zijn ook andere dingen. En er is heel veel, dus waar ga je je tijd in steken? En het doet weinig dingen fout. Ik merk dat ik nog steeds, want ik heb laatst ook Battlefield hier gespeeld. Ik hou wel van het kleine, het chaotische. Ik ook. Ik vind het heel vet dat er een splitscreen in zit. Want ik vind het ook heel leuk dat ik dat gewoon op de bank kan doen nog steeds. Noem ouderwets. Maar ik vind dat wel, voor mij is dat wel gewoon iets wat echt bijdraagt. Dus ik heb wel zoiets van, ik wil er wel even de komende weken nog induiken. En wat dat betreft heb ik wel mijn ziel er weer een beetje aan verloren. Ja, ik laat even kijken. Want ik heb ook nog een stukje opgenomen van de wapens. Dat ik een beetje door de minuutjes heen loop en zo. Want ik ben heel benieuwd. Wat ik bij jou ook een beetje merkte is dat ook voor jou een beetje nieuw was. Weet je? Ja. Dus al die waar ben je uiteindelijk. Ja, hoe ben je bij je favoriete wapen? Merkt die verschil? Ik heb dat gegoogeld. Dus ik kwam er gewoon achter dat de meeste mensen sowieso met die STG 44 aan het spelen zijn. Ja. Ik merkte dat ook het makkelijkste was eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik ben daar ook mee aan de slag gegaan. En ja, je komt er dan automatisch wel achter hoe het een beetje werkt. Mm-hmm. Maar ik heb daar inderdaad nog, en dat bedoel ik dan net met die puzzel. Ik heb er nog niet genoeg know-how van dat ik nou echt denk, wat doet het nou echt allemaal? Nee. En hopelijk komt dat weer de komende tijd. Maar dat zou de tijd echt moeten uitleren. Ja.
En er zitten een heleboel wapens in. Leren of uitwijzen. Ja. 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 Er zitten heel veel wapens bij die ik heel tof vind. Bijvoorbeeld van de vorige, die PP, die submachine gun, die ik heel veel heb gebruikt in de vorige Call of Duty, maar die hier gewoon niet zo goed werkt. Die grote Duitse MG, ja, ik vind het altijd moeilijk al die titels, maar die mitrailleur echt, weet je. Zo'n LMG. Fucking hell, die is... Die ene die een half uur duurt om te laden, die? Ja, ja, dat is het probleem, weet je. Hij is killing, maar... Ja, op zijn voor heb zijn nadeel. Dus ik zie ook wel heel veel, toch ook nog wel veel verschillende wapens. Snipers vind ik wat tegenvallen. Niet zoveel. En ja, ik vind het altijd lekker, dan je ziet ze gewoon blinken, die scope. Dus dan, dan pak ik ze altijd wel. Nou, hier zie je een beetje de modes. Nou, hier zie je dat van groen, tactical, assault en blitz. Alsjeblieft, jongens, ga niet blitz doen, want dat slaat echt helemaal nergens op. Of je moet echt aan de ADHD en de speed zitten. Maar, nou, en dan de, ja, hij zit er weer niet voor je bij, headquarters. Ja, maar dat heb ik al lang losgelaten. Ja. Het is niet meer mijn serie, dit, weet je. Wat speel je dan het liefst als je dit dan ziet? Nou, Domination. Domination. Ja, ja. Daar heb je nog wel rustmomenten. Je kunt overzicht bewaren als je eenmaal A en B hebt, weet je wel, of B en C. Dan kun je in ieder geval gewoon met je team afspraken maken van oké, cover dit punt, cover dat punt. Je hoeft niet constant te rennen. Je hoeft niet we moeten 3 punten. Nee, gewoon 2 punten hebben en houden en je kills maken. Ja. En niet frantically rondrennen. Al vind ik af en toe een kill confirmed op zijn tijd ook wel lekker. Ja. Je wel, daar zit iets meer pacing in. Maar nee, de iets rustigere modes, die zijn wat meer, die zitten wat meer in mijn straatje. Oké, multiplayer dus. Nou, dan hebben we er nog één over. Daar hebben we er nog één over. En de zombie mode. Gemaakt door Treyarch. Der aanvang, dat is wat je speelt. Het begin. Je komt eigenlijk op een plekje. Het is in Stalingrad. Je komt op eigenlijk een soort van portal terecht. En dan kun je gewoon, dan floep je van de ene kant naar de andere kant toe. En ik had zoiets van, ik moet dit goed gaan uitleggen. Maar ik vond het zo inspiratieloze, niet leukige. Dat ik, ja, ik raar. Ik vond deze mode heel erg raar. Alsof die er op het laatste moment dan ook maar ingeschoven was. Omdat Treyarch had nog iets op de plank liggen of zo. Maar... Nou ja, volgens mij is er ook gewoon een enorme fanbase die helemaal lijp zou worden als het er niet in zat. En nu zijn ze helemaal lijp dat het er wel in zit, maar dat het gewoon ja, heel weinig om het lijf heeft. Ja, ja, nee, we hebben het in de stream gespeeld. Ik heb het thuis nog even een uurtje gespeeld. We hebben er ook wel wat beeld bij van die zombies. Maar ja, weet je, een turn back, weet je, ik het ziet er gewoon k uit. Vind ik gewoon eerlijk. Te donker. Ja, weet ik, dat was nog. Ja. Maar ik bedoel, dit is. Je hebt er zijn verschillende soort van game modes binnen dit zombie gebeuren. Ja. Dit is een soort van. Je moet dit blijven volgen. Dat is dus wat ik eerder al zei bij multiplayer. Die ja. Patrol shit, zeg maar. Mm-hmm. Een beetje, dit concept zat ook in The Witcher 2 bijvoorbeeld. Dat je over de battlefield loopt met zo'n groot schild om je heen. Dat een of andere L, magische L voor jou creëert. En dan moet je door dat hele battlefield lopen en iemand begeleiden, geloof ik, escorteren. Dat is een beetje dit. En dan is er ook nog een andere game mode waar je naar getransporteerd kunt worden. Nou, en als je dat gedaan hebt, dan kom je weer terug in die soort van central hub, als het ware. Zo'n ja. pleintje. En dan kun je daar je wapen upgraden. Je kunt... meer health, wat meer stamina kun je kopen, dat soort shit. Ja. Maar ik mis gewoon een beetje die dagen van toen, houten plankjes voor een raam timmeren. Waar dan die zombies vervolgens doorheen komen. Nou, dit heeft bijna niks meer te maken met het originele concept van zombies. En het is nu een soort van, het was altijd eens in dezelfde tijd. Als Treyarch een game maakte, kreeg je een zombie mode en de rest deed dat niet. En nu heb ik zoiets van, nu wordt het er elke keer bijgezet, omdat er dan een groep fans is die het wil. Maar ik vind deze mode is gewoon niet, qua content gaat het heel snel vervelen. Wordt het heel snel hetzelfde. Maar het is nu heel karig en er komt volgende maand pas meer content bij voor zombies, hè? Ja. Ja, dat vind ik ook niet kunnen eigenlijk. En ik merkte op een gegeven moment ook al wel, op een gegeven moment zaten we in ronde 8, ronde 9. Ik zei... Ik vind het wel weer leuk geweest. Ja, dat het heeft heel even iets meditiefs. En daarna wordt het inderdaad gewoon herhaling. In het verleden moest je al... Oh, je was altijd gefocust bezig met je pistool om maar headshots te maken. Want elke kogel was gewoon belangrijk. En nu ben je aan het raggen. Het is continu gewoon high-paced, high-octane. Raggen. En je vindt bijna altijd wel weer ammunition. Die zombies achterlaten. Het is fucking Sinterklaas, man. Dat ding die ligt overal, inderdaad. Ja. 4 soorten zombies eigenlijk. Ook
heel weinig verschillen. En inderdaad, die spanning van fuck, ik heb geen munitie meer. Dat ding inderdaad. Dat is weg. Het is gewoon alleen nog maar rennen en zombie. Ongeïnspireerd erbij gepleurd. En daarmee gewoon eigenlijk zonde van het totaalpakket wat we nu hebben besproken. Namelijk een single player die puur Call of Duty is. Kort, maar redelijk krachtig. Een multiplayer die echt wel zijn goede momenten heeft en solid is en werkt. En een zombie mode die er eigenlijk niet toe doet. En dan krijg je straks Warzone. Nou, hij is gewoon niet af, denk ik. Ja, af. Nee, ik denk dat dit gewoon van oké, we gaan er niet veel tijd aan besteden. Dit pleurt het er maar in. En dat vind ik wel jammer. En dat maakt dat dit gewoon een game is waarbij je kunt afvragen van wil ik dit eigenlijk nog wel langer spelen? I don't know. Ja, ik zeg ja, maar ik snap wel wat je bedoelt. Het is gewoon Call of Duty. Het is niks meer en niks minder. Dus als je het mist, mis je niks. Maar als je iets hebt van ik speel altijd één shooter per jaar. Wat zei je nou? Als je het niet speelt, mis je niks. Oh, oké. Okay. Ja, nee, precies. Nee, het is gewoon nergens hemelsbestormend, innovatief, nieuw. Het is iedereen zegt nu van ja, dan straks komt dan weer Modern Warfare. Dat gaat het helemaal worden. Maar ik denk, als Warzone er niet was geweest, was deze serie denk ik echt een stuk minder impactvol. Het is ook gewoon elk jaar, het is net als met FIFA. En een sportgame heeft dan nog zoiets van oké, maar ik wil weer het nieuwe tenuutje van PSV zien en de nieuwe spelers. Maar moet je deze game dan hebben om die nieuwe map van Warzone te kunnen spelen met deze wapens? Volgens mij wel. Het is toch free to play Warzone? Ja, ik weet dat dus niet. Daar moet ik dan eigenlijk even goed uitzoeken. Misschien dat we dat ongetwijfeld in de comments te zien krijgen. Ja, maar dat is toch jullie taak? Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dat heb ik dan net even. Wie ben hier nou de Game King? Ja, precies. Nou, sowieso wel. Als je opstart, zie je overal Cold War zit erin. Weet je, je kan allemaal vanuit daarin. Niet dat ik daar blij van word, want mijn fucking harde schijf van de PlayStation 5 kan het niet aan. Weet je, ik kan al die games kan ik niet al eens opzetten. Je hebt niet eens de PlayStation 5. Sorry, PlayStation 4 ook, heb ik ook al een probleem mee. maar kijk, ja, ik ga het wel spelen omdat ik ben denk ik geen Battlefield fan. Ik ben ook niet een Halo fan. Ik wil altijd één shooter hebben, maar ik ben het wel met je eens. Ik ga niet zeggen van nou, als je dit niet speelt, jongens, zoals met Forza Horizon, dan mis je toch echt wel wat als je race fan bent. Dit is gewoon, als jij hiervan houdt en je wil dit gewoon elk jaar weer nieuwe maps en prima, val je geen bijl. Je krijgt genoeg content, maar ja, het zijn allemaal van die zeventjes, achtjes als het ware. Weet je, van die oké games. En dat vind ik jammer. Van, ze hebben echt wel een keer iets nodig dat je denkt van holy shit, er zit gewoon nog leven in die serie. Ze hebben weer iets naar een hoger niveau getrokken. Ja, maar kunnen ze dat? Kunnen ze te veel derailen van wat ze altijd hebben gedaan? Ja, dat weet ik niet. En welke studio, ja, kijk, als je mij vraagt, ja, Infinity Ward wellicht. Ja, die is de volgende. Treyarch wellicht, maar Treyarch heeft ook niet meer die glans voor mijn gevoel. Vroeger hadden ze Black Ops 1 en 2, die behoren tot mijn favoriete Call of Duty's samen met Modern Warfare 1 en 2. Dat zijn de vier magische Call of Duty's als je het mij vraagt. Ik zie het ze ook niet meer doen. Ik zie eigenlijk geen van de drie studio's Call of Duty weer terugbrengen naar het waar ze ooit waren. Maar kan dat omdat het gewoon altijd hetzelfde is? Is het gewoon het verwachtingspatroon ook? En mensen hopen dan dat... want ik denk dat er een hele silent groep is die zoiets heeft van... Net als met FIFA. I don't care. Dat hoeft niet te innoveren. Ik wil gewoon elk jaar hetzelfde. Als ik er na 10 jaar iets over mag zeggen. Er is dus in die 10 jaar... En nul is echt overdreven. Maar er is heel weinig... Het is geen evolutie. Het is alsof je naar dezelfde film zit te kijken... Maar met een nieuw kleurtje. Dus ja. Ik vind dat er in 10 jaar zo weinig is veranderd. Vind ik ergens wel kwalijk. Los dat ik me er echt kostelijk mee heb vermaakt. Nou, maar dat is toch dan... Dat vind ik juist die tweespalt van... Oké, stel nou dat ze het helemaal gaan veranderen. En je vindt... Ik bedoel, het is toch gewoon hetzelfde. FIFA is toch gewoon hetzelfde. Ik bedoel, oké, dan ga ik skate boos maken. Maar feitelijk een Dark Souls game, wat From Software doet, is ook elke keer wel naar een volgend niveau trekken. Maar het is, de basis is hetzelfde. Het probleem wat ik vind, als je die vergelijking dan toch maakt, dat From Software elke keer in staat is om het net weer ietsje beter te maken. En dat is hier niet het geval. Het is gewoon steeds hetzelfde. Ja, From Software gooit af en toe het wiel af en toe wel... wel wat meer, ja. Bloodborne is geen Dark Souls, is geen Sekiro. Nee, dat is waar. En zo gaat Elden Ring ook geen... Elden Ring heeft heel veel elementen van Dark Souls. Wat elementen van Bloodborne. Wat elementen van Sekiro. Maar maakt er echt wel een geheel nieuw ding van. Nee, oké. Maar het probleem natuurlijk voor Activision is dat ze natuurlijk Call of Duty... Ze zijn gek als ze Call of Duty
die naam weggooien. Want ja, dat, dus daar zit je gewoon aan vast. Niemand verwacht ook nog gewoon dat het wiel opnieuw uit. Nou ja, dat merk ik wel een beetje. Natuurlijk, van de kritieken zijn altijd: het is niet innovatief, het is niet dit, het is niet dat. En denk ik van ja, nee, maar wat verwacht je dan? Het is gewoon hetzelfde. Dit is zo'n franchise waar je net als FIFA inderdaad het niet van hoeft te verwachten. Nee. En ondertussen lopen de playeraantallen gewoon beetje bij beetje terug. En aan het einde van de rit outselt Call of Duty gewoon weer Battlefield 2042. Ja. Weet je wel? En, omdat er gewoon heel veel UI's zijn die... Oké, 10 jaar is wel heel veel. Nee, er zijn heel veel gewoon casuals. Nee, maar ik bedoel... jaarlijks dit blind kopen. Nee, maar wat ik leuk vind met UI is van... er zijn ook mensen die gewoon een aantal jaren stoppen. En dan hebben ze opeens €70 brandend in hun broek. En dan denk je van, fuck it, ik neem gewoon weer eens een Call of Duty. Want ik heb er wel weer eens zin aan. En dan val je ook gewoon geen bijl. Maar elk jaar, dat snap ik wel. Ik krijg die game. Maar moet je dit nou kopen als je het vorige deel tof vond? Nee, want... Vorige deel was Cold War, hè? Dat was niet goed, hoor. Nee, maar het is wel ook hetzelfde, weet je. Ik bedoel, dat is het van... Het is geen game die je elk jaar moet kopen, want anders dan mis je wel wat. Nee, je mist helemaal niks, maar je mist gewoon lol, fun, that's it. En ik kan me voorstellen, ik zie heel veel mensen die zeggen van... Deze jaar sla ik over en dan pak ik hem volgend jaar weer, weet je wel. Of als die in de budgetbak komt, of wie weet ooit wel op de Game Pass... als deze game op de Game Pass was geweest, fucking hell, hoeveel mensen hadden het dan gespeeld? Dat is het wel. Ja, daar is het goed genoeg voor. Deze game had vroeger geen Game Pass nodig. Nee. En verkocht 15 miljoen stuks. Weet dat je waar. Wel. Ja, die tijden zijn wel een beetje. Ja, dat, daar heb je wel gelijk in. Van Simon zei dat leuk van die app of die tweet opeens onze oude GameKings presentator van fuck. Ik kom er net achter dat het een Call of Duty was. Er waren tijden dat het kwam op een fucking NOS-journaal als het ware. Weet je? Ja, van, ik weet nog dat wij samen de 24 uur challenge deden om prestige te gaan, weet je wel. En precies. Daar een item over te maken. En damn. We hadden grote launch parties en shit. Psych waren van die shit. Nee, niets dat heb ik ook niet. Van dat is er nog. Nee. En het wordt allemaal, ja, wat ik aan het begin al van deze premium review zei. Een beetje tussen neus en lippen door. Oh, hij is uit. Oké. Nou, laten we mij even checken dan, hè. Gaat hij van je harde schijf? Maar denk je dat als ze nu wel, als ze nou eens een keer twee jaar de tijd nemen, even dat gebeurt niet. Nee, maar stel dat, zit er wel meer in? Nee. Nee, behalve dat de anticipation hoger gaat worden, omdat dat heb je wat bijvoorbeeld met bijvoorbeeld games als een GTA bijvoorbeeld, van kijk, dat duurt nu wel 8 of 9 jaar, dat is heel lang. Maar op een gegeven moment heb je ook weer zin. Dan is dat oude beeld is een beetje vervlogen. Je speelt het echt al een jaar en je denkt van, ah, fuck ja, ik heb alweer zin aan een shooter. En nu is het gewoon elk jaar weer hetzelfde trommeltje. Ja. Je krijgt een singleplayertje van 5 uur en je krijgt een multiplayertje met leuke maps en het is allemaal wel solide en je krijgt een zombie-mootje erbij. Warzone heeft ze echt gered, want dat is wat iedereen speelt. Maar ik vraag me ook af, blijft dat ook nog 2-3 jaar leuk? Of heb je dat op een gegeven moment ook gehad? Nee, Warzone heeft een lang leven nog. Okay. Daar ben ik wel van overtuigd. Dan heeft dat de franchise gered. Want anders was het gewoon verder naar beneden gegleden. En is het tijd voor een nieuwe shooter die in één keer gewoon net even iets anders doet. Maar ze gaan wel op twee gedachten hinken natuurlijk. Want als steeds minder mensen dit gaan spelen, campaign en multiplayer, dan hebben ze ook zoiets van, ja, moeten we daar dan nog wel resources naar, weet je wel, zeker blijven pompen? Ja. Of moeten we ons nu echt volledig gaan focussen op Warzone? Want dat is de moneymaker met de monetization system die daarin verwerkt is. Ja, dat is een dilemma waar ze mee komen te zitten. Zeker. Waar ze waarschijnlijk al mee zitten. En waarvan we nog wel moeten zien hoe het allemaal zich verder ontwikkelt de komende jaren. Ja. Tot slot, Joey, gaat hij van de harde schijf bij jou? Nee, je had het net over die zin. En ik had na zoveel jaar had ik wel weer even zin. En dat is prima uitgepakt. Dus eigenlijk heb je al iets van, oké, vanavond zo na 11 uur, dan heb ik eigenlijk wel weer even... Slinger ik hem wel weer aan. Ja, nou, dat is een beetje eigenlijk wel een goede... Het is een game die je gewoon wel een salt aanslingert, omdat die gewoon wel leuk is. Maar is het een must-buy? Komen er beter titels uit op dit moment? Zeker. Ik ben heel benieuwd... de eindafrekening als straks Battlefield en Halo, ondanks dat het andere gameplay element heeft, is het zijn toch wel multiplayer shooters. Dus ik ben heel benieuwd welke nu straks de meest solid multiplayer heeft qua ervaring, want we gaan ze allemaal spelen. Daar zullen we ongetwijfeld nog wel even een keertje video over gaan maken, maar dat is eigenlijk onze mening over Call of Duty Vanguard.